Mag ik een hartelijk applaus voor de twee meisjes die de titel Miss Friendship 2017 krijgen. Kimberly Bosmans en Nathalie Gunst. Zo. Naast Miss Friendship hebben we ook een Miss Photogenic. De Miss Photogenic werd verkozen door de fotografen, die hebben punten gegeven op hun favoriete kandidaten. En daar hebben we uiteraard ook een award voor voorzien. Het meisje dat vanavond de titel Miss Photogenic wint. En dan mogen jullie al iets dichterbij komen. Maar uw hartelijk applaus voor Jana Breugelmans. En de kussen die horen er natuurlijk ook bij. We hebben vanavond ook een Media Award. En dan vraag ik er heel graag de trofee voor de Media Award bij. De Media Award die werd uitgereikt, en de naam zegt het zelf, door de mensen van de pers. Zij hebben de meisjes voorbij een maanden op de voet gevolgd. En voor hen is er ook iemand die er is uitgesprongen. De Media Award voor Miss Fashion 2017. Mag ik uw applaus voor Nathalie Gunst. En die krijgt er het handen van second runner-up Miss Fashion 2016, Lore Ven. Dan hebben we ook de award voor Best Catwalk. De meisjes hebben voorbij een maand een catwalk training gekregen. En het meisje dat vanavond de award wint voor Best Catwalk, ze zeggen soms wel eens klein maar dapper, uw applaus voor Emily Carmona. De meisjes die hebben er een heuse promocampagne op zitten. We hebben hem gevraagd om een persdossier samen te stellen. Dat persdossier dat werd beoordeeld. Daar werden alle artikels, alle radio-interviews allemaal bekeken. En dan werd door een jury unaniem besloten dat het meisje dat vanavond de award voor best promo in de wacht sleept. En ik hoop dat ze hem kan vasthouden. Uw applaus voor Nathalie Gunst. We gaan vanavond ook de Miss Fashion Event bekendmaken. Dat is in samenwerking met de mensen van Axel, maar ik ga het daar zelf laten uitleggen. Mag ik van u alsjeblieft een hartelijk applaus voor de Miss Fashion Event van vorig jaar, Charissa Frederiks. Het meisje dat vanavond wint zal een paardset van heel veel geld krijgen, het juiste bedrag weet ik niet meer, en haar twee eredames ook. Het meisje dat het beste scoorde op het Miss Event World Party zal met een prijs naar huis gaan dat een ballonpaard, een parel zet en het belangrijkste van al, een parel zal haar naam krijgen. En de winnaar is Emily. Ja, en het is puur de stress, want Charissa die stond hier vorig jaar ook op het podium en toen kon ze het fantastisch goed uitleggen. En dan hebben we nog één
Award uit te reiken. Eén award als de People's Choice Award. De People's Choice Award is deze die directe toegang heeft tot de top 10. Dat wil zeggen, als ik zo dadelijk bekend maak wie vanavond met de People's Choice Award naar huis gaat, dat we voor de pauze ook meteen weten wie de eerste van de top 10 Miss Fashion 2017 wordt. Mag ik de award er ondertussen nog eventjes bijvragen? En dan kennen we bij deze de eerste top 10 finalisten Miss Fashion 2017. De People's Choice Award die gaat vanavond naar Emily Carmona.